welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Kutleven. Je zult wel denken, wat heb je daar nou voor t-shirt aan? Wat staat er precies op het t-shirt? Ik zal het even laten zien. Besef, age, be savage. Besef, savage, age, be age. Besef, age, be savage. Shout-out naar Universe on the t-shirt. Linkje vind je in de beschrijving. Kun je hele vette t-shirts kopen en zelf laten maken. Oké. Q&A. Wat is een Q&A? Kijkers stellen mijn vragen en ik geef dan de antwoorden. Laten we even kijken naar de eerste vraag. Larissa Erkelens, hoe lang kun je je adem inhouden? Ik heb geen idee hoe lang ik mijn adem in kan houden. Ik zou het nu kunnen proberen, maar dat vind ik eigenlijk een beetje zonde van het filmpje. Dan zitten jullie me nu te kijken naar mij en dat ik mijn adem in het houden ben. Dus ja. Vraag 2. Lena/Dutchterms. Op welke leeftijd dacht je dat je YouTube leuk vond? Ik ben begonnen in 2007 met YouTube. Met een ander kanaal. 2007, dat was het jaar dat de eerste iPhone uitkwam. En dat was het jaar dat Jan Smit een hit had met Dan volg je haar benen. Maar dat liedje gaan we niet laten horen. Vraag 3. Heb je net zoveel YouTube money zoals Veras Fawas? Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen, maar dat kun je binnenkort zien in een video van Fijne Vrienden. Als Veras bij mij op bezoek gaat. Keep it in mind. Vraagje van Thijs de Bond. Met welke YouTuber wil je graag samenwerken? Dat zijn er eigenlijk een paar. Masha van Beauty Gloss, daar zou ik graag een keer een video mee willen opnemen. Toen Masha net begon en de eerste Beauty Gloss Party een feit was, was ik DJ op de Beauty Gloss Party. Toen heb ik Masha ontmoet en op dat moment had ik natuurlijk vrienden met haar moeten worden. Dat heb ik niet gedaan. Spijt! Dus Masha, als je dit ziet, ik wil heel graag een video met je opnemen. You're my only hope. En natuurlijk de guys van Stuk TV. Maar ik denk dat dat wel goed komt, aangezien we binnenkort samen onze miljoenenparty gaan vieren. Weer een vraag van Thijs de Bond. Waarom heb je ruzie met Enzo Knol? Nou, ik heb niet echt ruzie. Enzo is begonnen met het geven van een shout-out naar mij bij RTL Late Night. Ja, toen ik groot werd, toen riep hij ineens dat ik fake was. Toen ik over de miljoenen zat, toen heeft hij een video gemaakt. En daarin heeft hij gezegd dat ik fake was. Ja, dat vond ik raar, want we hebben samen echt best wel veel dingen meegemaakt. Stop maar even. Er is zoveel kapot gemaakt. Ik hoop dat het echt ooit nog eens goed komt. Shoutout naar Enzo Knol, ND. Weer een vraag van Thijs de Bond. Waarom is je leven kut? Nou, iedereens leven is wel een keertje kut. Mijn leven is kut omdat ik bijvoorbeeld mijn kinderen niet elke dag zie. Omdat ik gescheiden ben. Omdat ik Nick en Simon heb ontdekt, maar daar nooit geld mee heb verdiend. Oh, en ik heb vroeger, toen ik bij Radio 538 werkte, Robbie Williams weggestuurd. Omdat ik niet in hem geloofde. En een maand later kwam de plaat Angels uit. Het werd een van de grootste hits. In 2005 is die plaat uitgeroepen tot beste song ooit. Hashtag inschattingsfout. Weer een vraag van Thijs de Bond. Waarom heb je zoveel tattoos? Nou ja, elke keer als er iets bijzonders gebeurt in mijn leven, dan laat ik een tattoo zetten. Binnenkort een aparte video, Tattoo My Life. En dan vertel ik eigenlijk aan de hand van mijn tatoeages, ja, hoe mijn leven eruit ziet. En hoe mijn leven eruit zag en hoe ik zo geworden ben. Spannend, hè? Wederom een vraag van Thijs de Bond. Wat zijn je andere life goals? Nou, ik wil de allergrootste YouTuber ter wereld worden. Dat lijkt me gewoon heel erg duidelijk. Ik wil een huis op Ibiza. Ik wil een nummer 1 hit scoren. Ik wil een bioscoopfilm maken zoals Star Wars of Back to the Future. Ik wil deze twee auto's, maar dan in het echt. En ik wil een eigen succesvolle kledinglijn. Wederom een vraag van Thijs de Bond. Wat is je favoriete vloeibare eten? Slagroomvla en Red Bull. En dan nog een vraag via Instagram van Jelle7373 of Jelle7373 of Jelle7373. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Waarom ben je begonnen met YouTube? Dat is een goede vraag, Jelle. Ik vind YouTube een van de tofste dingen die er is. Ik vind het heel leuk om filmpjes te maken. Ik vind het leuk om filmpjes te monteren. Ik vind het leuk om jullie te entertainen. En dat is eigenlijk waarom ik met YouTube ben begonnen. En ik zal nooit stoppen. Nooit. Oké, dat was het weer. Vergeet niet te abonneren. Doe even een blauw duimpje als je de video leuk vindt. Stuur hem door naar iedereen die je kent. Plaats hem op Facebook, Twitter, Instagram, de whole shebang. Spam mensen kapot. Maak een nieuwsbrief waarin je zegt, kijk naar Kutleven, want die video's zijn cool, die zijn vet, die zijn interessant, die zijn boeiend. En daar steek ik nog wat van op. Dus doe dat. Doe die dingen. Doe alle dingen die ik net zei. Wat zei ik ook alweer? Vergeet niet te abonneren. Doe even een blauw duimpje. Duimpje omhoog. En ik zie jou de volgende keer weer in een nieuwe video.